Wat ga ik met u doen? Ik ga u proberen mee te nemen in de huidige omstandigheden van waar dat welzijnswerk in staat. Waar de sociaal werk in staat, waar sociale interventies in staan. De urgentie is groot en iedereen voelt een soort momentum. Er gaat ook daadwerkelijk wat veranderen. Maar we moeten niet vergeten dat dit, zeg maar, tot het midden van de 20e eeuw eigenlijk toch de steekwoorden zijn van een soort dominant sociaal-agogisch wereldbeeld. En pas in de jaren 60 kantelt dit wereldbeeld eigenlijk op een radicale manier. Dat is een enorme groei van de verzorgingsstaat en haar voorzieningen die eigenlijk zit uitgedrukt in dit plaatje, omdat het ook gedragen wordt door allerlei alternatieve en democratische bewegingen die die instituten helemaal opschudden. Dat die professional in zijn eigen aanwezigheid, en zijn eigen normativiteit en eigen subjectiviteit als het ware uit dat proces terugtrekt. Hij moet een zekere afstandelijkheid hebben. Hij moet een zekere, ja, hij moet juist, het ergste is wat je mensen van je afhankelijk maakt. En als je dat hele verhaal samenvat in één woord of in één beeld, dan gaat het om dit beeld. Het beeld van garagehouder aan de ene kant, de wegenwacht aan de andere kant. De garagehouder waar je je auto naartoe brengt. En dat staat dan voor de oude verzorgingsstaat, zeg maar. De auto naartoe brengt en dan mag je hopen dat die na verloop van tijd wordt opgelost. Naar het idee van de wegenwacht die naar jou toe komt. Tweede tendens is dat je ziet dat heel veel nieuwe professionele termen die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. En die je terug ziet keren in de pers. Die je terug ziet keren in allerlei publicaties en die over 2 maanden of over 3 maanden weer aan de orde komen, dat een soort trek is uit die systeemwereld, waarbij die professionele activiteiten zich munten of zich eiken of een nieuwe plek zoeken in de leefwereld van mensen. Maar het grootste gewicht gaat naar het sociale netwerk. Als mensen in hun omgeving, betekenisvolle anderen in hun omgeving gaan meetrekken, meesleuren, meeduwen, verantwoordelijkheid nemen, dan draagt dat het meeste bij aan die kleine stapjes van verandering die soms in levens van mensen noodzakelijk zijn. En hoe hebben wij het in Nederland georganiseerd? Eigenlijk dus precies omgekeerd. Het heeft iets paradoxaals. Het zijn professionals die uit die zware systemen trainen, die in die buurten opereren, die erop afgaan, maar tegelijkertijd het vermogen hebben, zeg maar, om hun handen op hun rug te houden of om hun netwerken aan te spreken of om dingen te organiseren, om verbindingen te maken.